Ik zag de foto op de laptop. Ik zeg, die liep achter ons. Nou, dat kan niet. Die heeft achter ons gelopen. Hans van Veghel is ooggetuige van het drama. We stonden hier zo. We waren hier al om een uur of 10:15. Een stelling opgebouwd. Kijken, vrolijk in oranje kleuren. Pas later beseft hij dat hij Karstee vlak daarvoor de omgeving zag verkennen. Ja, hij kwam vanaf het kruispunt van de jachtlaan en hij liep richting Grote Kerk. En hij liep eigenlijk zo in een tempo. Hij had geen tasjes of zoiets bij zich. En ja, en tot hier ben ik hem eigenlijk gevolgd. Van Veghel vindt Karstee maar een vreemde snuiter. Hij ziet er niet feestelijk uit, waardoor hij opvalt. En hij had helemaal geen oranje kleren aan of wat dan ook. Of een, nou, ja, niet eens een oranje broek of een sjaaltje of een, helemaal niks. Achteraf kan Hans het vreemde gedrag wel plaatsen. Ja, hij was aan het zoeken. Ik had het idee van hij zoekt iets. Hij keek met zijn gezicht die kant op. Maar op dat moment weet Van Veghel nog niet wat Karstee van plan is. Pas als hij thuis komt, komt Hans erachter dat hij de dader heeft zien lopen. Direct belt hij de politie. Niet veel later zit hij met de Nationale Recherche om tafel om te vertellen wat hij heeft gezien.